Rick Hemmink, matchwinner. Vanmiddag hier in Berkum. Tegen een ploeg die thuis nog niet verloren had. Dus ja, dat moet een goed gevoel geven. Ja, zeker. Wat je net zegt, we wisten dat ze nog niet hadden verloren. Scherpenzeel heeft hij ook niet de 3 punten mee kunnen nemen. Dus we wisten dat het van tevoren gewoon een moeilijke wedstrijd zou worden. Gelukkig trekken wij hem over de streep en hebben wij 3 punten in zak. We beginnen goed. Eigenlijk dan de hele eerste helft even al heel snel samenvatten. Want hadden wij veldoverwicht. Berkum kreeg 2 kansen. Waar we eigenlijk op dat moment goed wegkwamen. Maar wij creëren de 9, denk ik, in de eerste helft. Maar we belonen onszelf niet. Hoe zit dat? Ja, zeg het maar. We hadden in de kleedkamer ook al gezegd dat net dat... Ik denk dat we opbouw en het middenveld goed konden bereiken. Ruimtes konden we goed vinden. En dan de laatste paasje was een paar keer slordig. Ik denk dat Osama keer 2 keer op mij had kunnen spelen. Ik had 2, 3 ballen wat ik af moet leggen. Stef een keer. En ik denk als we dat beter gaan doen, dan speel je hier met 1-2, 3-0 de rust in. En dan heb je ook niet echt een slotoffensief meer van Berkum. Nee, maar goed, dan is daar toch vlak voor rust weer wederom Rick Hemmink met zijn 11e dit seizoen. Ja. Toch? Ja, heeft er al 11 in liggen. Ja. Je krijgt misschien wel eens wat kritiek dat je misschien wat te statisch bent in die zin. Vanmiddag een keer zag ik je ook in actie. Denk ik, ja, we moeten zo gauw met die bal naartoe. Daar lag wel wat mogelijkheden voor jou op dat moment. Was je daar zo van bewust? Nee, ik speelde nu een andere rol. En ik moet zeggen, dat was even wennen. En soms had ik ook niet het gevoel... Soms had ik ook niet... kreeg ik wel heel veel ruimte. En dan had ik meer verwacht dat ik een tegenstander in de rug of iets zou hebben. En ik denk dat ik daar inderdaad meer tijd had kunnen nemen in bepaalde situaties. Ja, Rick, het is ook eigenlijk nooit goed. Hè. Er is altijd wel iets van kritiek wat mensen hebben. Maar goed, het zou jou een worst wezen, want je hebt er gewoon 11 in liggen dit seizoen. En ten opzichte van de seizoenen hiervoor zien wij dus een Rick Hemmink waar we misschien niet van hadden verwacht dat je zo makkelijk kon scoren. Nou, ik weet van mezelf wel dat ik, toen ik hier kwam had ik ook in het begin gezegd dat ik wel mikte op tussen de 10 en 15 goals. En ik weet wel van mezelf, als het gewoon in een normaal seizoen was, dan zit ik altijd wel rond dat getal. Nou ja, vorig jaar speel je met het hele team niet lekker, ga je ook bepaalde wedstrijden inzakken. En dat is gewoon niet mijn kracht. Ik ben iemand die vaak op de goede plek staat, schot van de tweede lijn. Voor de goal. En nu ben je dominanter en kom je ook vaker in die situatie en dan kom ik ook in mijn kracht. De eerste helft hebben we dan eigenlijk wel samengevat. De tweede helft, een heel ander Excelsior zie ik. We hadden gewoon moeite om dat wat we in de eerste helft op de mat legden, om dat de tweede helft te consolideren. Hoe zat dat? Ja, hoe zat dat? Nogmaals, ik denk als we al eerder die 2-3-0 maken, dan heb je daar ook meer het vertrouwen in. Op een gegeven moment gaan hun natuurlijk ook wat forceren. Onnauwkeurigheid misschien? Onnauwkeurigheid. Voorin hadden we denk ik de bal beter vast kunnen houden. En op een gegeven moment denk ik dat vermoeidheid ook wel een rol speelt. Ik moet zeggen, hun gingen vanaf de zijkant goed de bal ervoor slingeren. Maar desalniettemin vond ik niet dat ze echt ontiegelijk gevaarlijk waren. Ik vond dat de verdediging wel goed stond daarin. Maar je kunt niet ontkennen dat we wel een beetje met de rug tegen de muur werden gedrukt. Ja, en dat duurde toch al een pakweg, inclusief blessuretijd, 3-24 minuten. Ik noem het een heel lang slotoffensief. Ja. Het is dan ook weer een prestatie om dat te overleven. Uiteindelijk, want Berkum ruikt bloed met die 1-0. Ja, natuurlijk. Dit geeft ook kracht. Ik denk dat wij vorig seizoen heel vaak in zulke momenten dan toch weer die tegengoal kregen. Waardoor je of gelijk speelde of verloor. En je proeft misschien nog een beetje dan van het zal toch niet. En ik denk als je zulke wedstrijden toch over de streep weet te trekken. Dat geeft ook vertrouwen ook naar de volgende wedstrijd. Dat je dan ook gewoon weet van, dan komt nog een Matthijs erin met zijn kopkracht. En zijn, dat je ook gewoon op die 0 kan spelen. En dat ook een wapen kan zijn. Uiteindelijk een belangrijke overwinning uiteraard. Dat zal elke week zo zijn. Met nog 2 wedstrijden voor de boeg, voor de winterstop. 2 hele belangrijke wedstrijden. Roda Raalte en Scherpenzeel die vandaag, zoals je al zei, verloren hebben. Wat is jullie doel voor de winterstop? Echt even flink afstand nemen? Ja, tuurlijk is dat ons doel. De trainer zit achter de schil van nee, dat is het doel niet. Nee, maar ik denk dat deze wedstrijd gewoon heel belangrijk was na de aanloop naar die 2. Ik denk als je zoals nu gewoon 3 punten dat pakt, krijg je straks Roda Raalte thuis. Nou, thuis zijn wij ook onverslagen überhaupt, maar thuis vind ik ons echt hartstikke sterk. Nou, als je daar ook 3 punten weet te machten van Roda, dan ga je denk ik met een heel goed gevoel naar Scherpenzeel. Matchwinner Rick Hemmink, bedankt voor je reactie. Ja. En fijn weekend, jongen. Zelfde.